Zo, we hebben vandaag weer een schooltje. Ik heb wel zover gezien dat het... het is zondag. Maar dat het schooltje wel vrij leeg staat. Maar we lopen maar een beetje door de klaslokalen heen. Oude gebouwen, altijd mooi. Er is niet veel gedrest hier. Het is nog geen grote school, dus dat zal een kleine reportage worden hier zo. Er zijn wel meer gebouwen, maar we kunnen daar niet bij komen. Dus nog wel wat spullen achtergelaten. Dat heb ik wel gezien. Hier hebben ze pijlenbogen schieten geweest. Ik zie hier nog die spulletjes liggen. Hier waren de targets. Een beetje stro. Ja, leuk. Hier zijn die papieren waar ze op moesten schieten. En ballonnetjes. Deze school hebben ze ook gebruikt om boogschieten. In ieder geval. Een paar dikke luidsprekers. Schoenpakken. Nog hoop spulletjes. Daar mee te maken heb. Kijk hier, kruisbogen. Ik denk dat die toch nog wel wat geld waard zijn. Ik heb er geen verstand van, maar. Hier staat niets in. Ja, bij jouw kastje.
wel dat je nog een trap naar boven hebt. Ik kan misschien daar nog even langs. Hopen dat je niemand voorbij komt. Dan zijn we de Sjaak. Nog een baggetje. Feestzaal is. Dat weet ik niet zeker. Kijken we die kunnen vinden. Oké. Okay. Is de keuken al aan de gedaan? Nee? Oké. Hebben we daar nog? Toch. Oh, hier is voor het bier. Kijk, daar zoals ik nog naar. Trap van naar boven, bovenverdieping. Ik denk niet dat we erbij kunnen. Koop maar. Ik denk het niet. Hier is geen deur voor de rest. Is dat deze? Nee. Zijn die toiletten? Nee. Het is een aparte ingang. Dus ja, dat was tijdelijk een beetje. Dus ja. Deze pijl boogschieten, zal ik maar zeggen. Dus het valt om te schieten. En een paar oude klaslokalen. Dat is hier wel een beetje. Maar altijd leuk. Je weet nooit niet wat je treft. Zeggen fijne zondag en de volgende week maar weer.